Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we nogmaals een gesprek gaan voeren tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Eens kijken wat er gaande is, eens kijken wat dat, het is dat ze willen te zeggen hebben vandaag, of dat ze mee bezig zijn, de thema's, of wat dan ook dat maar is, dat we toegeleid worden. Ik heb de kaarten zoals gewoonlijk al uitgelegd, omdat we dan geen tijd verliezen. Ik weet niet waar dat de kaarten over gaan. Dus ik ben even benieuwd als jullie waar dat is. Oeh, en we krijgen de kaart, de vijf van bekers met disappointment. Ik zie ook weer dat verwijst aan de mannelijke energie. Dus het is voornamelijk de mannelijke energie, maar wat moet ik ook zeggen, niet alleen de mannelijke energie in de connectie, maar ook de mannelijke energie in jezelf. Die teleurgesteld is over de manier waarop dat dingen in het leven en in de toekomst, verleden vooral gegaan zijn. En het belangrijkste hierbij is dat je eigenlijk ook beseft en niet vanuit gaat dat het verleden sowieso doorgetrokken wordt naar de toekomst. Dat is het zeker niet. Dus laten we zien wat dat de mannelijke energie te zeggen heeft. Oh, en het begint al onmiddellijk fantastisch met het elfkaart. Onze liefde is eeuwig, of eternal. Het bestaat in elke dimensie en het kan niet verloren geraken. Dat is eigenlijk ook echt wel zo. En zeker als je in separatie bent of een scheiding of geen communicatie, dan is het belangrijk om extra te focussen op dat stuk. Wacht, kunnen jullie dat zien? Ja, oké. Dan is het super belangrijk om extra te focussen op het feit dat de liefde er is, op het feit dat de verbinding er is, op het feit dat die eenheid er is en dat die eigenlijk ook nooit niet verloren gaat. Wat hebben we nog? Wat zegt de vrouwelijke energie over communicatie? En zie je ook 111. Dat is ook weer die verwijzing naar eenheid in jezelf en dan uiteindelijk eenheid in de connectie. Dus dat is echt de vrolijke. Ik wou je een bericht sturen vandaag, maar ik was eigenlijk bang. Ik weet niet goed of je wens van mij te horen of als ik jou een bericht zou sturen of ik wel de goede dingen zou zeggen. Weet dat vrolijke energie, wanneer je geleid wordt om een bericht te sturen en je voelt dat heel diep van binnen en je kan het echt doen vanuit jouw onvoorwaardelijke liefde, dan doe je er ook niets verkeerd mee. Wanneer dat er natuurlijk verwachtingen aan gekoppeld zijn en wanneer dat vanuit wrok of jouw pijn is, dan is het beter om inderdaad geen bericht te sturen, want dan gaat het weer meer frictie en meer problemen en dus disappointment veroorzaken dan wat dat uiteindelijk allemaal toe doet. Wat zegt de mannelijke energie? Het gaat over telepathische communicatie. Dus soms voelt het alsof je tegen mij spreekt in mijn hoofd. En soms triggert mij dat ook zelfs, omdat ik mij dan afvraag hoeveel dat je van mij weet of hoe diep dat je in mij kan gaan kijken. En dat is ook zo. Dat is ook iets wat mijn mannelijke energie ook heeft gezegd. Dat hij die telepathische communicatie op twee manieren gebruikt. Enerzijds om dingen tegen mij te zeggen dat hij nog niet altijd durft te uiten in de 3D. Maar omgekeerd ook om mij heel dicht bij hem te voelen als het wel lastig heeft. Of als hij door dingen heen gaat waar dat op dat moment misschien niet mogelijk is om het op een 3D manier te uiten. Dus die telepathische communicatie werkt ook op verschillende manieren. Het helpt om ons doorheen die onzekerheden te helpen en om doorheen de obstakels waarin dat we geduwd worden te gaan. Je ziet ook weer de spiegeling in de kleuren. En zij antwoordt ook op die telepathische communicatie. Eén van ons is verdrietig of boos en het creëert een energetische match in frequentie met de andere. Wees bewust over dit en als het mogelijk is, probeer ons te helpen om het los te laten. Ik vind het ook mooi dat dat hieruit komt bij de vrouwelijke energie. Omdat dat ook heel vaak is, wat ik zelf ook heel vaak ervaar, zijn dat plotse emoties, plotse gedachten, waar ik eigenlijk geen idee had van waar ze vandaan komen, omdat ik met totaal iets anders bezig was. En dan gaandeweg doorheen de reis met mijn twin, heb ik ook geleerd en begreep ik ook dat heel vaak ik ook dingen ervaar van hem, zoals dat ik ook laatst over geschreven heb, soms tot het punt waarin dat ik mij ook energetisch ziek voel, net zoals dat hij zich fysiek ziek voelt, bijvoorbeeld. Dus ook daarin weet dan ook, en dat is ook de grootste reden waarom dat alle obstakels en alle lessen waar je als vrouwelijke energie doorheen gaat, dat dat sowieso een positieve invloed geeft op de mannelijke energie. En dan communicatie. Je ziet ook weer hier die spiegeling.
Ik geef om jou ook al als ik doe alsof dat niet zo is. Maar ik verberg mijn ware gevoelens omdat het mij kwetsbaar maakt. Ja, dat is inderdaad zo. Misschien, zegt ze. En zij reageert er eigenlijk op met vanuit liefde, vanuit die onvoorwaardelijkheid, vanuit wat dat de lichte kant van de vrouwelijke energie ook over gaat, het voedende, het willen geven, het willen koesteren, het willen omarmen. En daar gaat deze boodschap over. Dus ze zegt van ja, ik wil jou in mijn armen houden en voelen dat onze lichamen zich verenigen als één. Het gaat niet alleen over het lichaam, het gaat dus natuurlijk over veel meer, over energieën die zich verbinden. En wat zegt hij? Deze reis, dus als tweelingvlammen, is ons een van de belangrijkste lessen aan het leren, namelijk geduld. En dat is ook zo. Maar waarom geduld? Niet omdat je ongeduldig bent, maar omdat we vanuit ons ongeduld verkeerde beslissingen, verkeerde keuzes zouden maken. En dus eigenlijk onze aandacht en focus op de verkeerde dingen richten. En daarom is het tweelingvlampad er ook altijd één van terug naar jezelf. Terug naar de diepste kern in jezelf. En dat maakte natuurlijk dat we die triggers ook hebben. Dat we constant die schaduwen naar elkaar spiegelen. En wat zegt ze? Ik wil mijn beschermingsmechanismen, dus eigenlijk mijn muur, of hoe je het ook wil noemen in het Engels, naar beneden laten. Maar angst zorgt ervoor dat ik eigenlijk uit zelfbescherming dingen doe naar jou toe, je wegduw, mij wegtrek of wat dan ook. Soms ook ja, in communicatie, daarom zeg ik ook, als je niet vanuit liefde kan communiceren, is het beter om het niet te doen. En zie ook dat hier mooi de verschillende kleuren, wanneer dat blauw en paars gaat, en dan weer ook groen qua healing, en dan wat meer naar de gele kant ook, die te maken heeft. De hele kleur zou ik zeggen, die te maken heeft met infecties en meer het fysieke. Misschien dat er mensen zijn die wat ziek zijn of die wat last hebben van ascensieverschijnselen. Daar is de hele vlam eigenlijk dan een hele goede voor. Ga eens kijken. Ik zie nu net hier dat hier ook op het teken van schorpioen op staat. Dus misschien dat er iemand in deze connectie een schorpioen is. Of een belangrijke, bijvoorbeeld Mars die in een schorpioen staat of zo. En wat krijgen we? Aartsengel Sander van met liefde. Ik voel dat we er nog mogen. En het oude aartsengel Sander van met intention. Het is met intentie, maar dus gaat over dezelfde vlam. En is er nog een apart voor de vrouwelijke? Of? Ja. En de vrouwelijke heeft ook extra nog meer dan roze. Met serenity. Met sereniteit. En dat is aartsengel Shamiel. Dus zie hoe dat je, zowel voor de connectie, voor je eigen mannelijke energie, de voormannelijke energie en de connectie, en dan ook Samuel voor de vrouwelijke energie, specifieker voor de vrouwelijke energie, maar dat vooral die onvoorwaardelijke liefde en die roze vlam ook een superbelangrijke is in deze connectie. Zeker als je een aantal stukken in deze conversatie herkent. Ik heb echt het gevoel dat dit voor een staal of een connectie is, waar dat de communicatie in 3D nog niet heel consequent is of niet heel open is, of misschien op dat moment zelfs helemaal niks is. Dus focus jou dan op de liefde. Wees heel bewust van je intenties. Werk aan je eigen angsten en eigen onzekerheden, want dat gaat niet alleen je mannelijke energie, maar eigenlijk ook heel de connectie vooruit helpen. Voilà, dat was het voor nu. Wens je een eigen boodschap of een eigen channeling of wat dan ook, dan kan je me altijd een berichtje sturen. En ik wens je alvast een hele fijne dag toe. Dag!